Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Hallo, ik ben Jeremy van Eekhout, lijsttrekker voor het prachtige West-Vlaanderen voor het Vlaams parlement op 26 mei. Ik ben afkomstig uit Anzegem. Ik ben daar ook schepen van onder andere klimaat- en armoedebestrijding. En het is vanuit die betrokkenheid dat ik heel graag de stap zet naar het Vlaamse niveau, omdat ik denk dat het echt nodig is om een ander beleid te gaan voeren. Ik ben papa van twee fantastische dochters en ik wil samen voor jullie kinderen werken om een beter beleid mogelijk te maken voor hen, omdat ik denk dat er te lang getalmd is en dat het nu echt nodig is. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ja, het is na heel wat jaren achter de schermen dat ik nu toch nog op redelijk jonge leeftijd de stap zet om aan actieve politiek op nationaal niveau te doen. Ik ben al 6 jaar schepen in Anzegem. Ik ben nu mijn 7e jaar ingegaan. Maar ik heb het gevoel dat er heel veel uitdagingen op Vlaams niveau liggen waar er eindelijk een antwoord moet op komen. En voor mij is het nu of nu. Ik ben niet van plan om heel mijn leven aan politiek te doen, maar ik wil er wel een heel deel van mijn leven aan geven op dit moment. Dus zet ik nu de stap omdat ik dat nodig is om een omkeer te realiseren in het beleid. Welke quote heeft u gekozen? Ja, ik heb een quote gekozen van Winston Churchill. Ik heb niet gevonden waar of wanneer hij die uitgedrukt heeft, dus misschien is het wel een legende. Maar het is eigenlijk een quote waarin hij zegt van het vraagt moed om op te staan en te spreken, maar het vraagt ook moed om te gaan zitten en te gaan luisteren. En in die zin, het is een beetje een dubbele boodschap. Aan de ene kant denk ik dat het nodig is dat mensen op vandaag recht staan en een duidelijke oproep lanceren voor een ander beleid. En dat is waar ik uiteraard voor ga. Aan de andere kant vind ik ook dat het dan politiek is om af en toe ook bescheiden te zijn en te luisteren naar wat er leeft bij mensen. Omdat ik denk dat we dat soms als politiek nog te weinig doen. En die open oren om echt met mensen die overal in de samenleving bezig zijn met van alles te veranderen, om de hand aan die mensen te reiken en vooral te luisteren naar waar zij van wakker liggen. Dat ook een grote opdracht is als politiek. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ja, ik heb zo net ontdekt dat hij naast mij staat, maar ik zou eigenlijk als politieke voorbeeld willen nemen op dit moment de voorzitter van dit parlement nog altijd, Jan Peumans, omdat ik denk dat het toch straf is hoe iemand op die manier aan toppolitiek kan doen en toch zichzelf kan blijven, authentiek kan blijven, durft een beetje tegen de lijn van zijn partij of van de samenleving ingaan, die dat ook een hele carrière lang heeft durven doen en die ook als voorzitter van dit parlement niet alleen gedacht heeft op zijn eigen partij, maar vooral gedacht ook heeft op de democratie in Vlaanderen en daar alle kansen toe gegeven heeft om dit parlement een volwassen en stevig parlement te laten zijn. En vandaar dat ik hem wel een van mijn inspiratiebronnen durf noemen. Wat zijn uw politieke interesses? Ik heb een zeer breed paletveld. Als opvolger van Bart Caron ligt natuurlijk cultuur mij nauw aan het hart. Maar aan de andere kant, ik ben schepen van ruimtelijke ordening. Dus het behoeden van de open ruimte, zeker in een nog open provincie als West-Vlaanderen, is voor mij toch een zeer belangrijk strijdpunt. Die betonstopt hoe dat we die eindelijk kunnen gaan realiseren om op die manier een klimaatantwoord te gaan formuleren. Landbouwers kleinzoon, dus ook heel stevig met een echte toekomst voor onze landbouw. Ik zie dat die al decennia onder druk staat. Die Vlaamse landbouw, dus laat ons daar antwoorden op geven. En tot slot, zorg en welzijn, zie ik dat er heel wat uitdagingen blijven. Armoedebestrijding hebben we te weinig gerealiseerd de afgelopen jaren. Dus dat ligt mij nauw aan het hart. En als schepen uiteraard bezorgd voor de toekomst van onze lokale besturen. Hoe dat we de druk op die lokale besturen een beetje kunnen verlichten de komende jaren. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik denk dat het vooral een zaak zal zijn om van de woorden eindelijk eens daden te maken. Ik hoor al 20 jaar, ik ben 33 jaar nu, ik hoor al 20 jaar heel veel dezelfde praatjes. En eigenlijk, als je achter de schermen luistert bij politici, maar ook naar wetenschap en zo verder, rond klimaat, rond open ruimte, rond armoedebestrijding, rond sociale thema's, economische uitdagingen, de antwoorden zijn voor heel veel mensen duidelijk. En iedereen is eigenlijk wel mee dat we in een bepaalde richting moeten evolueren. Maar er wordt heel veel verkondigd in de maanden zoals nu voor de verkiezingen, maar veel te weinig gedaan in de jaren die daarop volgen. Dus politici die niet alleen praten, maar ook hard werken nadien, denk dat we daar vooral nood aan hebben en daar wil ik vooral mijn steentje toe bijdragen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ja, ik heb een voorwerp meegebracht waar een hele geschiedenis aan vasthangt. Het is zo dat ik ben geen grote man van uniforms,
maar op één plaats wel. En ik heb mijn short mee van in de Giro, waar ik eigenlijk nog altijd tot op vandaag actief aan bijdrage. Ik ga nog iedere zomer mee gaan koken op kamp met mijn Giro-afdeling van in Anzeghem. En het is eigenlijk waar het voor mij allemaal begonnen is, mijn maatschappelijk engagement. Op een plaats waar iedereen dat uniformpje droeg en waar iedereen dus ook bleek allemaal mensen onder elkaar te zijn. En dus van mij een blijvende inspiratie om daar mee mijn verantwoordelijkheid te willen innemen in een samenleving of in een samenwerking tussen mensen, iedere dag opnieuw, waar iedereen elkaar vooral in de eerste plaats ziet als een medemens en waar we het proberen voor elkaar en voor de toekomst zo goed mogelijk te maken. Dus vandaar dat mijn inspiratiebron blijft en voor de rest ook om vooral niet te vergeten om af en toe veel leuten te hebben in plaats van alleen maar met ernstige dingen bezig te zijn, van het nuttige aan het aangename te koppelen. Dus ik is voor mij een inspiratiebron.